Een hele goede morgen. Nou, zoals jullie net al zagen, het is weer zo prachtig weer vandaag. Heerlijk. Ik word daar heel blij van. Gewoon weer lekker. 'S Ochtends eerder licht, langer licht ook echt. Beetje zon erbij. Helemaal top. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik ga vanmiddag over in de weekendvlog. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je het nog niet gedaan hebt. Want nog 5 en dan zit ik op de 200. Zou ik heel tof vinden. En dan zie ik jullie in een volgende vlog of video. Doei doei. Een hele goede morgen. Het is zaterdag. Welkom bij een nieuwe weekendvlog. Het is lekker weekend. Ik heb jullie gisteravond alleen wat sfeerbeelden laten zien. Van hoe het er buiten uitzag. Mooi hè. Oh. Ik ben zo blij dat het... Want dat was al om. 6:30 denk ik. Dus het wordt echt alweer langer licht, jongens. Daar ben ik echt super blij mee. Ik hou er wel van. Want het is nu 7:50. En kijk. Ook alweer heerlijk licht buiten. Echt super. Nou, wat ga ik doen vandaag? Ik ga vandaag met mijn moeder en mijn tante naar een poppenhuisbeurs. Hier in Den Haag. Nee, dat zeg ik niet goed. Want eigenlijk is het in Rijswijk. In de broodfabriek. Dat heette vroeger de Darling Market. Daar ben ik toevallig ook op mijn verjaardag geweest met mijn werk. Daar hadden we die bijeenkomst, zeg maar. En nu voor een beurs. En dat zijn de jonge vloggersgroep. Zo te horen. Die zijn denk ik wakker. Dus ik ga even kijken. Zal Suus wel zijn. Want die is natuurlijk altijd de eerste. Dus daar gaan we zo gezellig naartoe. Ga ik jullie ook mee naartoe nemen. Ik hoop dat ik daar mag filmen. Maar denk het wel. En vanavond is Lisanne jarig. Lisanne, daar dans ik altijd mee. Die kennen jullie denk ik wel. En dus dat is ook heel gezellig. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ik mis daardoor wel weer Wie is de Mol. Dat vind ik altijd een beetje jammer. Maar goed. Misschien kan ik het nog kijken als ik terugkom. Ik moet even kijken. En anders morgenochtend heb ik vorige week natuurlijk ook gedaan. Gelijk zoals gekeken. Morgen heb ik nog niet echt plannen, maar als het mooi weer wordt, dan wordt het zeker naar buiten gaan. De afgelopen weken was dat natuurlijk weer wat minder, dus nee, we gaan het zien. Ik ga in ieder geval mijn weekend beginnen. Nou, we zijn er. Hier is mama, zeg het wel. Hallo, we zijn op de beurs. Tante Ko is er ook. Jan was er ook wat gezellig. Zeer verleidelijk, dus dat wordt ook. Het werken deze maand. Toch? Het eerste leuke hebben we al gezien. Tenminste, ik. Kijk nou. Een kassaatje met de lopende band. Leuk, hè? Ja. Dat is nou de reden waarom ik dit zo leuk vind. Al dat kleine spul. Ik hou ervan. Jullie even laten zien, maar ik ga jullie eerst even laten zien waar het vandaan komt. Want voor iedereen die van miniatuur houdt, moet hier zijn. Ja, leuk. De kleine Pimpelmees miniatuur. Even kijken of daar, ja, daaronder staat een adres, een mailadres. Dan ga ik jullie nu even het moois laten zien. Ik zal even een bordje kaas op mijn dingen leggen. Om een indicatie te geven hoe groot of het is. Hoe groot? Ja, zo kan je het ook zeggen. Ik zou zeggen hoe klein of het is. Klein het is. Zo leuk. En zo gaat het hier nog wel even door, hoor. Zo wel winnen. En een glaasje advocaat, moet je die nog filmen? Ja, natuurlijk wil ik een glaasje advocaat filmen. Wacht, ik ga even inzoomen. Ik moet even. Kijk, het is aan 3 euro per stuk. Ja, de klas is natuurlijk één ding. Ja, ik begrijp. Hoe leuk. Kijk nou hoe leuk dit is. Het is gewoon een klein kastje met daarin een heel huis gemaakt. Een hele goede middag. Nou, dat was leuk of niet, die poppenbeurs? Ja, tenminste, ik vond het erg leuk.
echt superleuke dingen weer gezien. En ja, ik doe er niet zoveel mee, maar ik vind al die prulletjes en die dingetjes, ik hou er gewoon heel erg van. Moeder heeft wel weer leuke dingen gekocht. Die heeft een kroeg poppenhuis, of een poppenhuiskroeg, hoe je het noemen wil. Ik zal wel eens vragen of ik dat mag filmen. En nu ben ik... Oh, je ziet het al, door de zon zie ik het niet. De vlog aan het editen die morgen online moet. Want vanavond ga ik natuurlijk naar Lisanne, dus dan heb ik hem voor die tijd alvast maar klaarstaan. En dan, ja, ook ondertussen nog een beetje van de zon genieten. Even naar buiten geweest en boodschappen gedaan en nog even op het balkon. Nou, heerlijk dagje zo. Ach, wat is het? Ja, ik blijf het zeggen. Als de zon weer gaat schijnen, jongens, word je toch een stuk vrolijker van over het algemeen. Het gaat dat ze het niet mee had genomen. Jawel, maar ik was het natuurlijk weer vergeten. Gefeliciteerd! Dank je! Proost! Daar zitten we weer! Proost! Heel even proosten. Ja, proost. Hoog! Oh, maar ik heb geen wijn meer. Ja. Oh, dan lijkt het helemaal alsof ik gezakt ga. Nou ja. Toch? En ik had thee. En ik heb net even op de app gekeken van Wie is de Mol. Had ik niet moeten doen. Ben mijn punten kwijt. Allemaal ook echt. Dus ik weet niet wat er in die aflevering is gebeurd. Maar ik ga het vanavond nog wel even terugkijken. Anders kan ik niet meer slapen. Is die zanger eruit? Nee, die zanger zit er nog in. Maar die zanger was voor mijn gevoel absoluut niet de Mol. Nee. Misschien toch wel. Ik denk die... Dat meisje met dyslexie. Is je er ook... Sarah. Ja, dat zou ook nog heel goed kunnen. En het zure is dat ik net toen ik hier parkeerde, de punten die ik op Sarah nog had ingezet, ook bij Niels erbij heb gedaan. Ik had Sarah eruit gehaald. Oh ja. Ja! Bedankt, hè? Bedankt. Die had ik echt even nodig. Een hele goede morgen, tenminste goed. Ik heb een kater en nee, ik heb niet gedronken. Ik heb gisteravond braaf aan de thee en de tomaatjes en een handje chips gezeten op de verjaardag van Lisanne. Ik zie er ook lekker vormvrij uit. Ik heb wel lekker geslapen, maar mijn molen zijn eruit. Of tenminste, mijn grootste mol is eruit. Mijn mol, Rick Paul. En dan had ik nog een klein beetje op Jamie ingezet, omdat ik dacht, ja, stel nou dat ik het echt fout heb, wat ik me niet kan voorstellen, dan heb ik in ieder geval nog een beetje punten over. Niet. En het ergste was, tot ongeveer een half uur voor de uitzending had ik ook nog een piepieklein beetje punten op Sarah staan. En die heb ik op het laatste moment bij Jamie bijgedaan. Dus ik ben uitgespeeld. Ik ben ook echt benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ik ben nu een beetje bang dat Sinan toch de mol blijkt te zijn. En dat zou ik echt heel jammer vinden. Want dat vind ik echt dan de slechtste mol in tijden. Want hij heeft heel veel geld binnengebracht. Doet niet zoveel. Onttrekt zich overal aan. En ja, vind ik toch niet echt... vind ik toch niet echt een leuke mol, zeg maar. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor, hoe heet ze? Niet Sarah, maar Merel. Merel kan het voor mijn gevoel niet zijn. Die heeft ook veel te veel binnengebracht. Ja, misschien is het toch Nieuws. Ik heb Nieuws al vrij snel van mijn lijstje afgestreept. En er niet meer op teruggekomen. Maar ja, en Sarah zou ook eigenlijk nog heel goed kunnen. Ik weet het gewoon echt niet meer. Maar we gaan het zien. Vandaag komt de Trust Nobody podcast uit. Nou, wat een geweldige podcast is dat over Wie is de Mol. Echt geweldig. Dus ik kijk er naar uit dat ik die... Dat is al waarschijnlijk eind van de dag, want die nemen ze vandaag op. En nu komt er als het goed is... even kijken. Van Guido de video. Ja... Over 30 seconden. Dus die ga ik even kijken. Zo, het is inmiddels 12:30. Ik heb nog wat YouTube gekeken en geluncht. En nu ga ik even
Nou, even, ik ga naar buiten. Ik ga lekker even ronddraaien en van de zon genieten. En ik heb een snackbox mee voor onderweg. Ik heb van Suus geleerd dat je bloemkool ook heel goed rauw kan eten. En dat is lekker. Dus die heb ik mee. En hier zitten wat komkommer en tomaatjes in. Dus ik ga nog een watertje meenemen. Alhoewel, ik heb me ook al wel weer klem gedronken aan de thee. Dus ik heb al wel flink wat gedronken. Maar misschien is dat ook nog wel lekker om mee te nemen. Iets van water of iets dergelijks. En dan ga ik de bad op en dan zie ik wel waar ik uitkom. Druk ook. Lekker in de zon. Zo, goedenavond. Ja, het is al avond inmiddels. Ik heb niet meer zoveel gevlogd sinds ik thuis ben. Ik heb gewoon ook niet meer zo heel veel gedaan. Ik ben Wie is de Mol video's gaan terugkijken over theorieën en dergelijke. Omdat ik gewoon echt flabbergasted ben nog steeds over het feit dat mijn mollen eruit zijn. Of mijn mol en mijn reservemol. Maar goed, hè? Ik ben wel heel erg benieuwd naar hoe dit verder afloopt. Dus dat is wel leuk. En dat triggerde me ook gelijk om oude afleveringen terug te kijken. Dus ik heb gewoon een lekker Wie is de Mol dagje vandaag. En het is inmiddels 8:30. Dus daar ga ik gewoon nog even lekker mee door. Maar ik ga wel daarbij de weekendvlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als dat zo is. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie in een volgende vlog of video. Doei doei!